Hartelijk dank voor het bekijken van deze video. Mijn naam is Hendrik Liewes en in deze video laat ik de verschillende stoelen zien die mogelijk zijn op een nieuwe Opel Crossland X. Kijkt u mee? Nou, wat we hier zien is de standaardstoel van de Opel Crossland X. En dit gaat over de Opel Crossland 120 jaar edition uitvoering. Nou, deze stoel is in alleen in hoogte verstelbaar. Dat kunnen ze hiermee. En aan de zijkant kunt u de rugleuning nog verstellen. Natuurlijk is de hoofdsteun ook verstelbaar. En dat is allemaal voor de bestuurdersstoel. Bij de passagiersstoel is alleen de rugleuning en de hoofdsteun verstelbaar. Maar er is nog een andere stoel die bestelbaar is. En dan ga je naar de Innovation uitvoering of als standaard op de Luxe Ultimate uitvoering. En dit is de ergonomische comfortstoel. Deze stoel, je ziet het al, die is uitschuifbaar. Dus je kunt eigenlijk het zitgedeelte langer maken, waardoor er meer steun in de knieholte zit. Ook aan de zijkant is hij meerdere manieren verstelbaar. Hiermee is nog een kantelfunctie, wat ook wat meer steun geeft in de knieholte. En daarna is natuurlijk een hoogte verstelbaar, dat hij voor de standaard heeft, maar hij heeft ook een lendensteun. De lendensteun is voor de onderrug. Natuurlijk is de rugleuning ook verstelbaar en de hoofdsteun. En wanneer u deze stoelen bestelt op een Innovation uitvoering, want ze zitten standaard al op de Ultimate uitvoering, dan krijgt u deze ook voor de bijrijderskant. Dus daarmee is deze kant ook een hoogte verstelbaar, ook een lendensteun, hij heeft ook een kantelbare functie en ook de voorzitting is nog uitschuifbaar. En als extra zijn deze ook nog met lederen bekleding te bestellen. Nou, stoelen zijn natuurlijk heel belangrijk in een auto, want ja, dan gaat het natuurlijk om een stukje comfort. Hoe zit de auto en hoe gaat hij bijvoorbeeld naar een lange rit rijden? Bij ons kun je natuurlijk altijd een proefrit maken. En dat bedoel ik niet een proefrit even rond het bedrijf, maar ook een lange proefrit. Natuurlijk zijn we ook auto's die mogelijk een dag of misschien een weekend wel beschikbaar voor zijn. Met verschillende stoelen. Nou, ik hoop je hiermee een leuke in te hebben gegeven en een nuttige informatie hebben gegeven over de stoelen in de Opel Crossland X. En wilt u deze zelf ervaren, dan bent u natuurlijk van harte welkom om bij ons langs te komen. Nou, wilt u meer video's zien, dan zou ik zeggen abonneer ook op ons YouTube kanaal. Kost u niks, kunt u heel makkelijk doen via de rode knop op deze site. Hartelijk bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.